zeg je dat jij een pijnscore 10 hebt. Is dat niet geloven? Het systeem wordt er 7 opgeschreven. Maar zo ziet mijn kelder er nu uit. Een beetje volgepropt, maar dit moet nog even in de kast. En hier is niks aan de hand. Ze doen lekker slapen. Dan zoek het uit. Zeg maar. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 3 januari 2022. En we zijn nu onderweg naar het ziekenhuis voor de spoed. IJzerende hulp. Want daar willen ze mij nou in één keer zien. Voor een prik. Jee. Omdat het anders niet kan wachten. Nee, omdat Ro vanmiddag moet gaan werken. Dus dan maar spoedeisend. Is wat duurder, maar ja. Heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, zit dus bij het spoedeisende hulp. Ro is de auto aan het wegzetten. En ik moet wachten dus nu op een arts. Weet ik veel, want ze zou gaan bellen. Het is hier leeg, het is hier rustig. Kijk, het is hier leeg, het is hier rustig. Dus we gaan het meemaken. En ik probeer rustig te houden, zodat ik niet al te veel aan het huilen ben. Want er is ook weer spanning op mijn buik. En dat is buikspieren. En die moet ik niet aanspannen, want het is nog meer, veel meer zeer. Maar het is wel gewoon kut, zeg maar. Het is echt gewoon kut. Maar het maakt niet uit. Ik ga er gewoon voor. Zeg je dat jij een pijnscore 10 hebt? Is dat niet geloven? Het systeem wordt er 7 opgeschreven, dus dat is handig. Dus, hoe ga je om met medische gegevens? De patiënt zegt het eentje, schrijft het andersom. Slup. Dat is handig. Het is nu 10:45. Ja, en ik heb ook een heel mooi bandje om. Jee. Top, nat. Fijn. En daar schrijven ze alles op. En wat was mijn temperatuur ook weer? 36. 35, dat is een mooie, toch? Ja. Zo, weer even een andere gezicht. Zoals net, zeg maar. Rodi loopt lekker gezellig naast me. En een raampje open houden, dat is handig. Mm-hmm. Ja, alleen Ro is moe. Ze gaan nu gelijk lekker naar huis, denk ik. Kun je nog eventjes een beetje bij liggen? Of zo? Nee, niet heel veel meer, maar je kan wel weer even bij liggen. Dus ja, we gaan in de auto. Lekker. Zeg maar, jee. Even mijn gordel om, aan, om. Wat is het? Maar wat één prik niet een verschil kan maken. Hoe dan? Ik snap dat niet. En voor een zenuwbeknelling, omdat er dan wat vrij komt of zo. Ik weet het niet hoor, echt niet. Wie kan mij vertellen hoe dat zit? Ik weet het niet. We gaan nou naar het uitrijden, zeg maar. Ro is ook moe, I know. Yeah. Uitgang? Zo, waar had je last van, schat? Hikken. Schokken? Hikken. Hikken, schokken. Nou, even een beveiliging, meneer. Het is vast wel. Dus. Nou, er staat iemand bij om dat open te houden. Oh, kaartjes. Scannen aan de onderkant bij de barcode. Okay. Nou, mag ik wel een beetje liever. Mag wel een beetje vriendelijker. Ja, ik wou net zeggen. Jezus, mine. Aan de onderkant. Een beetje vriendelijker mag wel. Nou, die hebben jullie gehoord. Die weer links. Ja, of je gaat die kant en dan ja. Ja. Ja, dat is ook niet erg handig. Nee, precies hier op het hoekje parkeren. Dus, we gaan naar huis.
binnendoorstraten van Den Haag, toch? Of nog de kleine straatjes. Weet ik veel hoe dat heet. Binnenweggetjes. Binnenweggetjes, ja, juist hem. Je snapt hem. Ik ga aan het werk. Goed zo. Werkverkeer, waarom hebben we dan hier geen bordje? Of zo, een fietsertje. Je hebt niet eens voorrang eigenlijk. Politiebusje. Ja, en dan deze. Serieus? Knipperlichtje? Nee. Ja, maar ik kan nou niks. Want die vrachtwagen die staat ervoor. Echt yep. Ah, precies dat. Ga dan meteen daar staan. Ja, echt hè, maar ja. Dat is een mooie karakter. Ja. Het nutshuis zo pas aan. De grote kerk. Daan, alles goed, Daan. Een hondje. Mooi herder trouwens. Heel mooi vochtje. Zeg ik het zelf. Oxfam Novib. Wat is dat voor bedrijf? Caritatieve instelling. Oké. Oeh, Rodi wijst me ergens op. Yay! Dank u. Dag Zwentje. Parkstraat. Zat hij niet goed? Nee, ik ben blijkbaar niet. En toch rijden? Ja, zo toch? Huh? Hoe dan? Blijkbaar.
zoals jullie wellicht misschien horen, gaat het luchtalarm buiten af. En hier, niks aan de hand. Ze doen lekker slapen. Dan zoek het uit, zeg maar. Ik ben bijna klaar met deze vlog, helemaal goed. En dan ga ik hem renderen en dan ga ik hier weer eventjes opruimen. Die moet even in de was, helemaal goed. Dit even opruimelen. Dat even daar een beetje opruimelen, helemaal goed. Ja. Wat denk ik, gelopen? Aandacht vragen. Hé? Boeit jou ook niks, hè? Luchtalarm, hè? Dat vandaag op 3 januari 2022. Ja, maandag, ja. 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 Oh, kusjes van jou. Dankjewel, vent. Dankjewel. Oké, nou zo ziet mijn kelder er nu uit. Een beetje volgepropt, maar dit moet nog even in de kast. Dat moet er bovenop. En ik heb nog ergens citraatjes, dus die haal ik naar beneden. Die wordt van mama, dus die kan in principe hier al wel staan. Dus dat maakt niet uit. Dus dat ga ik even gelijk nu even doen. 1, in 2. En zo ziet mijn kelder dus nu er weer uit. Ja. Lekker veel opgeruimd. Deze krapal die staat dus nu hier, want ik kom hier eigenlijk nooit aan deze fietsen. Eigenlijk zou het heel fijn zijn dat ik deze fiets bij mama zou kunnen krijgen ergens, weet ik veel waar. Dus ja, heb ik heel wat meer ruimte, maar ik weet niet hoe. Maar oké. Dus ja, dus dat. En dit moet ik nog steeds allemaal opruimen. Yes. Zo ziet mijn keukenraam er nu nog uit. En hij gaat veranderen naar dit. Yay! Ja, ben goed bezig. En dan straks later even dit even opruimen. En dan die even weer even schoonmaken. Mwah! En dan moet dit nog in de vriezer. Helemaal top. En dan ga ik nog even een kleine vlog editen. Ja. En het is nu 5:06 in de avond. Ja. Dit moet nog even opgeruimd worden. Dat moet nog opgeruimd worden. Dat moet daar nog weg. Die ligt lekker daar. En dan ligt er hier iemand. Ook helemaal op apengapen. En waar is Lovely? Oh. Ha. Ja. Dan zie ik je niet, hè. Nee, hi. En wie heb je hier? Mag je daar zitten? Mag je hier überhaupt staan? Eigenlijk niet, hè? Nee. Dan hebben we daar Draki. Dan hebben we ook nog. En jullie kooi ga ik morgen weer verschonen. Doe ik even lampje aan. Kijk maar. En jullie kooi ga ik morgen weer verschonen. Nou, ga je echt nou weer serieus daar naartoe? Alleen deze even open, hoor. Meer niet. Hi, Colby. Charlie. En daar hebben we Goldie. Ja. Ja. Hi, schatje. Ik heb vanmiddag nog eten in je koude kooi gedaan. Ja. Ja. Wil je zo meteen bij me zitten? Mag hoor. Dat mag. Auw. Je staat op mijn poten. Ja. En ik mag deze vlog weer draaien. Kinderhaten. Jop. Ja. Wat moet jij? Nou, hier wel erbij. 1, 2, kom maar. Zo, gissen. Hi. Hi, meisje. Hi. Altijd wil ze. En zachtjesje. Ik meen het, zachtjesje. Ja, ik blijf er altijd bij. Jij, meisje. Voor je het weet, heb je een hap, hè? Ja, en dat moet maar niet. Nee. Zo, doe deze weer dicht. Zo. Aapjes kijken is weer geweest. En ja, even jeuken. Ga dan lekker liggen dan. Wat denk ik? Liggen lekker bijleed. Wat ben ik goed zo ook, hè. Ja, mensen. Ik weet het. Ja, ik zou nog steeds vandaag volgens mij nog steeds mijn setup laten zien. Zeker, die krijgen jullie morgen van mij te zien. Maar voor vandaag, het was niet mijn dag. Ik was niet echt lekker. Maar dat weten jullie. Maar alsnog heb ik wel gevlogd vandaag. Dus ja.
Toch bij deze wil ik dan jullie onwijs bedanken dat jullie de moeite hebben genomen om te kijken. Dus vond je deze vlog dan leuk? Ik zou zeggen, vergeet hier beneden niet te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf je op de hoogte. Doe het duimpje omhoog en laat even een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe video.